sprak je aan in het verhaal en in jouw rol? Nou, eigenlijk in mijn rol, ik speel de vrouw van een hoofdrol, Jacob Derwig. Fantastische rol van hem. En het is een vrouw die een nogal opvliegerige man heeft, om het zacht te zeggen. En die zich eigenlijk ontwikkelt van een soort geduldige echtgenote, die haar man steeds bij de afgrond net wegtrekt, tot een soort Lady Macbeth, die uiteindelijk tot alles in staat is om haar zoon te beschermen. Affeeks. Nou ja, een soort Lady Macbeth, ja, gewoon weinig empathie. Want het gaat erom dat die twee stellen, die gaan met elkaar eten, vermijden eigenlijk het onderwerp heel lang, ja, als een soort van hete brei. Ja, volgens mij iets wat best vaak gebeurt, dat vond ik ook een interessant iets. Mensen gaan eten met elkaar, kletsen heel lang over van alles en nog wat, maar waar het eigenlijk echt om gaat, vermijden ze. Ja, die roze olifant zien ze niet. Ze staat in de kamer. Ja, of het is te moeilijk om erover te praten, te confronteren. Dus dat is, dat komt ook terug. En dan gaat het over ouders die, ja, hoe ver ga je om je kind te beschermen?